Volgende dat hoor week. Ik op de achtergrond. Ja, dat heeft te maken met volgende week. Dan is er een beautybeurs in Amsterdam. En dan vinden wij dat altijd leuk om even wat noviteiten te bekijken. Leuk. Altijd Zullen leuk. We even naar de beurs? Zullen we even shoppen met z'n tweeën, Irene? Ja, gezellig. Kom, daar gaan we. Nou, kijk eens even wat een gezelligheid. Zo ziet het er dan uit op zo'n beurs. Er zijn allemaal mensen druk ergens mee. Hallo, dag mevrouw. Hallo. Wie bent u? Ik ben Marge Pascoe. En Marge, wat ben je hier aan het doen bij je... Mickey Hoogdijk. Hallo Mickey. Ja, lig je lekker? Ik lig hier. Weet je wat je gaat ondergaan? Ja, ze gaat jetten. Dat is een alternatief voor botox, want daar hou ik niet van. Al mijn vriendinnetjes gaan er steeds stommer uitzien. Ja. Platgespoten, en dat wil ik niet. Ja. Maar mooi oud worden wil ik wel, en dat doet zij. Nou, ik ben toch benieuwd. Maar... Vertel, wat houdt het in? Ja. Nou, wat jetting is eigenlijk een alternatief dus voor botox en voor fillers. En we maken gebruik van het natuurlijke vermogen van een huid om te repareren. Ja, dus ik zeg altijd maar, op het moment dat je jezelf in je vinger snijdt, dan is dat binnen 3 dagen gerepareerd. Wat doe je? En, nou, dit is nu eigenlijk de eerste techniek. Een soort strijkbout, superluxe strijkbout, waarmee we de balletjes langs de rimpel glad maken. Ja, het was moeilijk te zien thuis, maar dit is het piepklein strijkboutje. Ja, daar ga je dus nou, dit is het geheim van de Smit. Oh, daar komt hij. Dit is de gepatenteerde techniek. Ja. Je ziet, er zit geen vloeistof in. Maar het is wel een naald. Het is wel een naald. Ik ga niks injecteren. Ja. Maar wat ik ga doen is eigenlijk de huid prikkelen om zelf de rimpel op te gaan vullen. Wat? Zelf de rimpel opvullen. Oké, het blijven toch schokkende beelden. Ja, nee, even dus terug. De huid vult zelf dus de rimpel op door het een klein beetje, zal maar zeggen, als je het mo mag zeggen, te beschadigen. Ja. Zodat het zelf weer herstelt. Want jij wil niks ingespoten in je gezicht. Nee, dat vind ik niks. Ik ben actrice en ik moet mijn mimiek kunnen behouden. Oké, het is een heel gek gezicht zo van onderste beneden. Oké, nou. Het doet geen zeer? Nee. Wat kost de behandeling? De behandeling is er vanaf €70 per behandeling. Maar ik wil het even zien. Laat het even zien. Want je ligt hierna toch? Nou, Mickey heeft natuurlijk bijna geen rimpels. Hè, dus het is, je hebt er misschien maar 1 of 2 behandelingen nodig. Maar wat we gaan doen is concreet. We gaan met het naaldje heel oppervlakkig onder de huid. En het enige wat ik eigenlijk doe is de rimpel lostillen. Voilà. Oh. Ja. Maar mag je deze hand een beetje weghalen, anders zien we het niet goed. Okay. Kijk, je ziet dus dat de naald dat zit wel in de huid. Ik zit nu wel in de huid, maar ik injecteer dus niks. Dus ik maak eigenlijk een gecontroleerd beschadigingetje. En Mickey acteert als dat het uit geen de huid pijn komt. Doet. Dat doet echt geen pijn. Oh, dat doet echt geen pijn. Is er geen stof ingespoten? Dat doen we 1 tot 5 keer bij iemand. En dan zijn de rimpels eigenlijk verdwenen. Dus je hoeft maar bijna... Ja, nou, het is ja, ik heb je het al vaker gedaan? Dit is de eerste keer, maar ik doe wel alle andere behandelingen bij. Soms kunnen we nog veel meer goede dingen doen. Okay. Maar ik heb echt niet zoveel rimpeltjes. Dus we hebben er eentje gevonden voor jullie vandaag. Ja, nou, ik ben blij dat je het even wilde ondergaan. Want ik vond het toch heel spannend. Dankjewel. Jetting was dit. En wat gebeurt hier dan? Wil jij het even vragen? Ja, mag ik ook de microfoon dan van je mee? Ze heeft volgens mij een zin. Ja, maar deze mevrouw niet. Wat gebeurt er met uw been? Zal ik het? Dat wordt... Ja. Zeg het maar. Dit is een U-shape behandeling. En die zorgt voor mooiere contouren van het lichaam. Het neemt de cellulitis weg. En je krijgt een mooiere, strakkere huid. Ja, ik zie hier dat de huid, zie je het ook hierheen? Kijk, dat wordt een beetje een soort nietang. Zou maar zeggen, wordt het gezogen of getrokken? Het wordt vacuüm gezogen een beetje. Maar dan wordt de doorbloeding beter. En het vacuüm zorgt inderdaad voor een betere doorbloeding van de bloedvaten. Hoe vaak moet ik dit doen als ik mijn sinaasappelbillen weg wil halen? Wij raden onze cliënten aan toch zeker wel 12 behandelingen achter elkaar te nemen. Ja. Dat betekent dus ongeveer 6 weken, 2 keer in de week. En daarna is het belangrijk een onderhoudsbehandeling. Zo 1 keer in de 3, 4 weken. Ja, want anders komt het gewoon keihard terug. Exact. Wat is de prijs? €1250 voor het hele pakket van 12 keer. Wat een geld. Maar dan je krijgt je wel wat voor terug. En mooie benen. Ja. Kan je het ook bij je billen laten doen? Ja, de meeste cliënten bij ons in de kliniek laten hun bovenbenen en achterkantbenen doen. De billen, maar ook de buik en de bovenarm bijvoorbeeld. Okay. Nou, Irene, dat is goed nieuws. Ja, dat is hartstikke goed nieuws. Maar wat gebeurt hier? Nou, weer een gezichtsbehandeling. Dag mevrouw. Ja, hallo. Wat bent u aan het doen? Hoe heet dit? Dit is de Hydrafacial. De hydrofacial. Ja, door middel van een vloeistof en een vacuümsysteem zitten we de huid te pielen zonder enige aangename of irritatie van de huid. Dus het trekt. Ja, het trekt vacuüm. En met een beetje iets wat u gebruikt, waardoor wat lekker door middel van een vloeistof, lichaam-eigen vloeistof, wordt de huid goed gehydrateerd. Want hydratatie is de basis van een stralende huid. Okay. Is dit niet speciaal ook heel goed voor littekens, acne en... Ja, zeker. En rimpelbestrijding en pigmentvlekken. Ja. En ook voor een hele droge huid. Of als we een feest hebben, voor stralen voor een feest, mogen we een hydrafacial doen. Dus als ik morgen moet trouwen?
Ja, bijvoorbeeld. Dan is het een idee. Idee maar is en het gezicht dan niet ontzettend rood? De huid ineens helemaal heel lichtrood voor 20 minuten. En daarna kunt gaat het stralen. Gaat het stralen? Ja. Is vitaal. Dan komt de vraag weer. Wat kost het? Het kost 50 euro per zone en 150 voor per het gelaat. Per zone? Per keer? Nee, per zone. Per zone. Oh, per persoon. Per zone. Ja. Dat is dan linkerwang? Is dat een persoon? Oh, per persoon. Nee, een zone. Een zone. Wat is een zone, nou, dat mevrouw? Ik geen idee. Dat is dan een handen is een zone. Oh, okay. Oh ja. De gelaat 150 euro. Oh, dat is meer. Ja. Nou, het is duidelijk. Het is vacuüm en het is allemaal. En ook vitamine complex. Vitamine, mineralen. Ja. Dank u wel. Succes met uw zone. Hè? Oh, wat een leuke beurs. Nou, ik heb al wat gekocht. Jij ook, zie ik. Ja, op de beurs. Nou wat ik hangt heb daar hier over die stoel? Oh. Dat is iets anders. Vertel. Ja, dat is een deken. En ik ga de papieren erbij halen. Verlicht je pijnlijke gewrichten met een infrarood deken. Laat eens zien dan. Een deken die jij voor mij even vast gaat houden. Het ziet eruit als een slaapzak, meneer. Zit wel, mevrouw, aan een snoer. Ja. En dat is dan weer met dit kastje. Maar het is een infrarood deken, toch? Ja. En waar is het nou voor? Voor spieren, voor pezen, voor gewrichten. Ja. Als je pijn hebt ergens, de infrarood deken kan door iedereen gebruikt worden. Vooral personen handig bij gewrichtspijnen, artrose en reuma. Ik begrijp het. Je hebt ook van die infrarood sauna-achtige ding. Maar zo voelt het. Maar dan zeg maar strak hem om je heen. Dit doet me ook sauna-achtig aan. Wat is dat dan? Is het ook. Wat dat is dit is het oude kussentje. Voor in de sauna. Heb jij een sauna? Nee, ik heb geen sauna. En ik vind het ook niet lekker. Ik vind dat gezweet op dat hout. Bah. En dan in mijn kamer zit er aankijken, denk ik, nee. Geen zin in. Daar heb ik geen zin in. Wat zit je te doen met je papieren? Nou, vind ik lekker. Maar stel, jij komt daar wel. En dan lig je met je hoofd lig je op zo'n plank. Ja. Ja, dan kan ik hier liggen met mijn hoofd. Mm-hmm. Ik kan ook zeggen, dat ligt niet zo lekker. Is er niet iets anders? Nou, dit is helemaal nieuw. Heeft de meneer zelf helemaal bedacht. Kijk, dan ga je met je hoofd hierop liggen. En dan lig je hier dus met je hoofd plat op. En dat schijnt een geweldige sensatie te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan gewoon je hoofd goed gevormd hebt liggen. Ja, maar jij gaat toch nooit in een sauna? Ik kom speciaal voor deze kussentjes kom ik een keer in de sauna liggen. Bij mij thuis? Nou, heb je er één thuis? Ja. Wat asociaal. Echt waar? Ja. Ik heb plek voor drie. Nou, het is niet te geloven. Ik weet niet wie je meeneemt, nou, maar even iets anders. Dit is een kaarsje met de titel ook Je t'aime. Wat is nou de bedoeling? Dit kaarsje heeft ook een luchtje. Massage Aromatic Cool Breeze bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal verschillende. Je moet het aansteken, dan vervolgens uitblazen. Dan druppel je, dames en heren, op een zone. Stel de rug en dan kan je ermee masseren. Op een zone. Zone. En dan kan je ermee masseren. Is dat niet vreselijk? Vreselijk opwindend. Je legt het niet goed uit. Jawel. Hoor. Nou, wie snapt het niet? Zie je nou? Gewoon kaarsvet. Maar het is een soort spul waarmee je kan masseren. U ook niet, hè, mevrouw? Hè? U begrijpt het niet. Nou, mevrouw, soja. Komt u even naar beneden. Nee, het dan is zal soja. Ik het even. Nee, we moeten door. We hebben nog zoveel visite. En nog een leuk spel wat jij wil spelen. Dus ik raad je aan om door te gaan. Nou, dat is niet goed. Dan hebben we nog, en dat vond ik ook wel geestig. Dit. Ik ben alleen daarna. Oh, de herbal pad. Rustig hierheen. Het gaat door te rommelig. Is een wel, nee. Dit is een kaarsje. Kijk, en dat heb je hier pads, zo, hè. En die worden dan verwarmd en zo. En dat is een soort lavendel. En dan kan ik, zeg maar, zo lekker op je gezicht een kleine sensatie petten. En dat is heel goed, want er komen de vitamine, mineralen. Mag ik het bij jou ook eens doen? Ja, hoor. Nou, ik doe het even zelf. Als jij. Nou, het is leuk. Ja, doe het maar zelf. Nou, het is toch grappig. Nou, wat hebben we nog meer leuke, interessante slaapdingen? Hier. Dat is heel erg. Patty Brad is weer terug. Allerlei soorten nieuwe. Van, ja, ik bedoel, die saaie maskertjes. Maar dit is ook leuk. Dit is broccoli. Maar dan de kiem van de broccoli. Dat is heel gezond. Dat is heel gezond. Dat is speciaal gekweekt. En als je dat dan zeg maar op je eten doet, dan heb je een soort van antioxidanten. Daar word je gewoon fit van. Dat is een soort vitamine boost. Kijk, hier heb je het gewoon lekker op een crackertje. Dat is ook iets nieuws. Maar wat is dit? De menospray? Heb je last van de menopauze? Opvliegers of weet ik wat allemaal? Voel je het opkomen en dan spuit je dat even in je mond. En dan komt het helemaal goed, zeggen ze. Maar wil je helemaal detoxen? Dan moet je gewoon pleisters op je voet plakken. Dit plak je op je voet voordat je gaat slapen. En aan de volgende ochtend dan is alle toxie uit je lichaam. Wat is de toxie dan? Kijk eens, zie je? Mevrouw, u staat precies met uw hoofd voor de tox. Kunt u een klein beetje opzij. Kijk, hier. Zie je? Wat is dat voor rommel dan? Rechtsonder. Nou, dat komt dan uit je lijf. Dat is dan weg. Oh. Zoveel rotzooi? Ja.
Maar wat is dat oxy dan? Ik weet dat helemaal niet. Toxie. Vergif. Slapend vergif? Uit je voeten? Slapend ontgiften. Nou, ik ben blij dat we het einde weer hebben gered van dit onderwerp. Hartstikke leuk. En weten wat nog het allerleukste is? Hoeveel kaarten? Allemaal twee kaarten. Oh, u krijgt allemaal twee kaarten voor de beurs volgende week. Is dat niet enig? De beautybeurs? Mensen zijn echt kapot hoe jij dat uitlegt, hoor. Ik hoop. Mag je gerust weten.